Dag lieve mensen, welkom bij een volgende aflevering van Staatsschuld. Ik zit hier met Robert Valentine. Ja, yes. ja super, leuk dat je ja. bent. Thanks uh, voor de uitnodiging. Ja, zeker. Het eerste wat je zei uh, toen ik je uitnodigde, zei: van ja, kom, we gaan een uh, lekkere libertaire circle jerk houden. Ja, dus, ik, ik heb er helemaal zin in. We gaan uh, <laughs> lekker circle jerken. <laughs> dus um, ja, ik, ik heb ook um, jullie laatste aflevering van uh, View Valentine geluisterd. Het is natuurlijk heel veel geopolitiek bezig. Mm -hmm. hè, met, met, uh, met de verkiezingen van Trump en daar zijn kabinet aan het samenstellen. Ik merk zelf ook aan alle andere kanten, Milij of zelfs in Canada, andere landen. Hoe zie jij de hele politiek een beetje? Daar je natuurlijk zelf ook de laatste tijd vaak voor uitgenodigd bij Ongoord Nederland en zo. Ik vind het echt superleuk dat er steeds meer libertaire mensen worden uitgenodigd om hun visie te delen. Is er een libertaire golf aan de gang? Golf zou ik het nog niet willen noemen, denk ik, maar er is wel. Je merkt duidelijk dat er verandering gaande is ja je ziet ook dat, um, dat Trump, maar ook misschien um, ook wel in Nederland, dat, dat je in ieder geval ziet dat de boodschap vaak in campagnes van veel politieke partijen gaat richting datgene wat wij aanhangen. Namelijk mm -hmm. minder overheid, minder belasting, minder regeldruk, meer vrijheid van individuen, meer vrijheid van ondernemerschap. En dat is, ja, het is eigenlijk zo inherent menselijk dat... Um, en ik denk ook omdat we vanuit een tijdperk komen waarbij de overheid steeds, is meer, gaan, steeds meer is gaan uitdijen. En steeds groter is geworden. De belastingdruk is steeds groter. Inflatie is een steeds groter probleem. Dat, dat zien Argentinië de reden dat Milei daar aan de bak kon gaan. is dus moet inflatie gewoon de pan uitrezen. Mm -hmm. Dus als de problemen maar groot genoeg worden. Als de pijn maar groot genoeg wordt. dan gaan mensen ooit anders stemmen. Dus, en ik denk dat veel politieke partijen, politieke personages daar al. Op inhaken. Alleen ik ben, zoals altijd, ik, ben, ik bedoel, ik ben een libertariër, ik ben een, een anarcho-capitalist, dus ik ben sceptisch over politiek. Mm -hmm. Dus ik weet niet of ze, er ook, of ze het ook waar gaan maken. Maar er is zeker een sentiment in de samenleving wat meer verlangt naar vrijheid, naar, naar soevereiniteit, naar, weet je, naar, naar gewoon eigen verantwoordelijkheid. Mensen als Jordan Peterson zijn groot geworden eigenlijk met de, met de boodschap van eigen verantwoordelijkheid pakken. Ja. Wat denk ik nou, tien jaar geleden misschien nog een beetje ondenkbaar was. Waar iedereen meer zocht naar wat kan de overheid voor mij doen. Mm -hmm. Dus dat sentiment is wel groeiende. En er zijn ook zeker politici daarop, die daarop inhaken. Maar nou, als, voor, als je Trump als voorbeeld neemt. Ik weet niet hoeveel die gaat waarmaken. Mm -hmm. En dat dus die, die golf gaat komen op het moment dat je echt. Uh, Milij denk ik wel, die, die zit tot nu toe wel redelijk, uh, is wel redelijk uh, libertarisch bezig. Met echt het afschaffen mm -hmm. van heel veel departementen binnen zijn, uh, binnen zijn overheid. Uh, weet je, het, het, het stoppen van de inflatie dat is natuurlijk een hele, dat is de allerbelangrijkste, denk ik zo'n beetje. Want overal waar komt probeer ik dat een beetje uh, meer rugbaarheid te geven. Want hier heb je mooie bitcoin uh, coins overal, uh, overal staan. Maar mensen snappen nog steeds niet waarom dat zo belangrijk is en waarom inflatie zo'n groot, ja. zo groot probleem is. Um, dus, en als je daarover praat, Trump is niet iemand die daar iets aan gaat doen. Trump is iemand die ja. daar heel hard aan gaat bijdragen aan inflatie, als mm -hmm. ik op zijn eerste termijn mag uh, geloven. Dus het, gaat, dus het gaat de goede kant op, maar we moeten denk ik wel alert blijven op het feit dat, dat de oplossing echt ligt in minder overheid, geen inflatie, um, meer vrijheid van de, voor het individu. Uh, veel mensen willen iets anders, dat zie je in Nederland ook. Er is, is, je, elke twee jaar, vier jaar komt er een nieuwe partij, weet je, dan is FND de grootste, dan BBB, dan NSC, dan PVV. Mm -hmm. Dus er is echt wel een drang naar iets anders naar die vrijheid denk ik, maar de partijen waar men de oplossingen zoekt, die brengen niet de oplossing die men zoekt. Mm -hmm. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, ze, ze geven helaas dan uiteindelijk niet thuis op een bepaalde manier of zo. Of het gaat niet zoals als mensen hopen dat ze dat het gaat als dat er gestemd is. Natuurlijk, ja. natuurlijk allerlei verschillende redenen hein? hoe je moet uiteindelijk in een kabinet samenwerken. Dat, dat... ...gooien ze dan nou ook altijd op als, als ja. de argumentatie van waarom het ons niet gelukt is ja. om te veranderen... ...ja, komt omdat we moesten samenwerken. Dat dus vind ik ook echt een zwakte trouwens. Ja. Ik heb altijd gezegd, ook toen ik nog bij de, actief was bij de LP, van ja, wil je echt stappen maken... ...dan moet je dus een minderheidskabinet gaan vormen. Of, geen ja. en, of nee. met je eigen partij. PVV had dat makkelijk kunnen doen. Genoeg uh, stemmen en zetels. Kan je dan... Alles doordrukken. Nee, want dat is het idee volgens mij, van een democratie. Dat je als regering mm -hmm. voorstellen inbrengt in de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer heeft zelf ook het recht om voorstellen in te brengen. En dat je op die manier dan um, um, vecht voor jouw ideeën. En ja. dat je niet alles een soort van een grijze, een grijze massa maakt, waar iedereen ja. niet tevreden is, wat je dan makkelijk uh, door de Tweede Kamer kan krijgen. Want dat is het enige doel wat ze hebben, mijn wetten makkelijk door de Tweede Kamer krijgen. Ja. Het gaat niet om de inhoud van die wetten per nee. se. En dan, 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 zie, dan zal je ook zien dat elke partij inderdaad gewoon echt volgens hun eigen principes en hun eigen Precies, programma zal moeten stemmen. Ja. En niet zeggen van, ja, eh, oké, okay, wij, wij uh, in, in de gemeenteraad, ja, CDA, we zijn tegen hondenbelasting, maar we zitten nu in deze coalitie, dus we moeten meestemmen, et cetera. Weet je, dat is van gelul natuurlijk. Ja. Maar goed, ja, kijk, ik denk dat we daar helemaal op één lijn zitten. En ik, ik hoop gewoon heel erg, kijk, ik, als, je, als je het, het economische verhaal, hè, dat, dat is eigenlijk nog nooit zo centraal gestaan in, mm. in, in, de, in de campagne ook van Trump. En ondanks dat ik het economische verhaal van Trump zelf... dat hij nu met, met tariffs komt, et cetera... dat, ja, dat ja. kan je gewoon niet achterstaan als libertariër. Nee. Maar wat vind je... want hij heeft natuurlijk wel de, de P op. Hij zegt, ik wil tarieven, importheffingen... Ja. in plaats van inkomstenbelasting. Ja. Wat, wat vind je daarvan? Ja, ja kijk... Om, dan, dan zal het misschien stuivertje wisselen zijn. Weet je? Ik vind inkomstenbelasting afschaffen... het gaat dan wel vooral om de federale inkomstenbelasting natuurlijk. Ja. Dan hebben ze op staatniveau nog wel gewoon inkomstenbelasting. Dus... Ja. Het is dus niet gelijk van alle inkomstenbelasting weg, superlibertarisch. Maar die tariffs, ja, dat is, is toch wel ook van... Hè, de, het is gewoon een, een belasting op import. En wie betaalt dat? Altijd de consument. De consument, het wordt altijd maar gewoon doorgevoerd en de consument betaalt. Dus of het, of het goed is voor het Amerikaanse volk, dat, dat durf ik toch wel in twijfel te stellen, zeg maar. Maar goed, in ieder geval wat, waar ik dus wel heel positief van ben, is dat je ziet... Hè, dat een Elon Musk bijvoorbeeld... Wat je ook vindt van Elon Musk. Hè? Hij, hij, ze, al zijn bedrijven hebben geparasiteerd op de overheid. De overheidscontracten, defensie en, en de subsidies voor zijn Tesla's. Mm -hmm. Maar hij, deze week kwam hij opeens ook met een filmpje. werd hem letterlijk gevraagd: Ja, wat, wat vind je dan voor de subsidies voor uh, um, elektrificatie, et cetera? Hij zei, alles weg. Alle subsidies moeten weg. Oh, ja? o, ook, ja, oh. dat, ja, misschien een filmpje, ik, ik snap onder de uitzending erbij. Ja, dat is heel interessant. Maar er werd hem gewoon direct gevraagd. En dan zei hij: Ja, maar ook, ook de, uh, voor de subsidies voor Tesla dan? Ja, yeah, I don't need it. Fuck it, weg ermee. Ja, dat is en, waar, maar en, en dus dat hij het allerbelangrijkste vindt... wat ik dus nu meerdere wereldleiders heb zien doen... is gewoon letterlijk de, de speech van Milton Friedman. Gewoon um, deficit spending, alles wat de overheid uitgeeft... dat is de echte belasting. Als de overheid meer uitgeeft dan dat er binnenkomt... is ook gewoon een fictieve belasting. En dat, datzelfde heeft Elon Musk dus herhaald... Mm. tijdens een, een, een rally van Donald Trump. Mm. Wow. En ondanks dat, dat Trump dat zelf niet zegt, is het nu opeens wel aanwezig of zo, weet je wel? Ja, het is heel bizar wat voor onderwerpen nu in één keer mainstream zijn. Ja. Dat inderdaad dat je. Ik heb, ik heb wel een tweet gezien hierover van Musk, waar hij zegt van ja, alle deficit, deficit spending, dat, dat is inderdaad taxation. in, in, in een, in een in een tweet, ik heb hem horen zeggen dat hij de Federal Reserve wil afschaffen. Nou, dat, dat, en dit is wel iemand die dus al benoemd is. Ik bedoel, Ron Paul, ja. die roept het natuurlijk al, uh, al, al decennia, denk mm -hmm. ik nu. Uh, maar die heeft, en die is ook congreslid geweest, maar hij is, niet, hij is niet in de regering van de VS geweest. Nee. Misschien komt het ook nog eens. Ja. Hij is ook wel genoemd door Musk als een van de mensen die misschien een onderdeel kan zijn van zijn ja. uh, department. Dat, of... dat ook trouwens, hè? want inderdaad, ja, kijk. Hij is nog helemaal niet benoemd en of hij ooit lid wordt van die regering binnen dat departement, dat moeten we nog gaan zien. Hmm. Maar het punt dat, dat die memes kwamen, dat, dat Elon Musk en Ron Paul dat samen gingen doen, ja, ja. Ron Paul heeft daar gewoon 10 miljoen meer volkers door gekregen. Oh, ja? 10 miljoen? Ja, ik weet niet hoeveel, maar ik, ik zag inderdaad binnen een dag al een miljoen. En het ging heel hard op een gegeven yeah. moment. Want Elon Musk ging dingen van hem retweeten. En yeah. Elon Musk heeft natuurlijk het meeste volgers van heel X. Yeah. En dat, dat, er, dat er gewoon nu nieuwe volgers opeens het verhaal van Ron Paul gaan beluisteren, is ook al een enorme winst natuurlijk. Ja, precies. Ja, wow. ja is, Ik vind het bizar. Ik zit soms met, uh, met klapperende oren te, te kijken. Ik deelde ook dat filmpje, uh, of een onderdeel van het filmpje van Trump, waarbij hij praat over wat hij gaat doen met de persvrijheid. Een mm. oud filmpje van Rumble, van twee jaar geleden geloof ik. En ik, deel dat, en ik deel dat in een groep met, waar ik met de Boris, uh, mijn co-host, uh, in zit. En hij zegt: Dit is AI. Ik zeg: Nee, dit is geen AI. Dit heeft mm. hij echt gezegd. Hij, gaat het, hij wil het echt gaan doen. Mm. En dat mask met uh, het afschaffen van de Federal Reserve, wat nou echt gigantisch is. Ook het afschaffen van de inkomstenbelasting. Ik denk dat, ik denk dat het. Ik uh, bedoel, wat je zegt klopt. Ik heb het ook al benoemd: dat importheffingen worden ook gewoon door de consument betaald. Die maakt, er gewoon, um, mm. die maakt er gewoon producten, daar doe je mee. En Amerika importeert met name. Half en grondstoffen, waar wij ze zelf mee aan de slag gaan. Dus je maakt je eigen producten ook duurder daarmee. Mm -hmm. Alleen, het is wel zo, en dat was ook toen ik nog bij de LP uh, als voorzitter zat, hebben we het ook een discussie over gehad. Als we dan toch nog belasting willen heffen, wil je dan, um, een, dan is er bijvoorbeeld een BTW ja. beter dan een inkomstenbelasting, Zeker. omdat je BTW zou je nog kunnen ontwijken door niks uit te geven, bijvoorbeeld. Ja. Uh, je inkomstenbelasting wordt je er gewoon direct aangetast op het moment dat jij iets verdient. En... Dus het is een meer vrijwillige belasting. Ja, het is, gewoon, gewoon het is een meer user, user tax, zeg maar. Hè? Als je, je? Het is een user tax, pas inderdaad als je iets aanschaft. Ja. Ja. Dus dat heb je met importheffing ook een klein beetje, dus ik zou wel de voorkeur hebben om, om dat te wisselen. Ik denk dat het een heel interessant is uh, om te zien wat dat uh, doet. Maar goed, liever geen belasting uiteraard. Dat is het allerbeste. Maar ja, het is, ik vind, ja, het is, het is bizar. En ook met, met uh, Talsi Gabbert, die aan het hoofd van uh, de inlichtingendiensten gaat staan en die mm. En die zelf natuurlijk op een, op een terror watchlist is gezet door Biden. Ja, ja, ja. Net zoals uh, als Trump met, met allerlei verhalen over uh, Russian collusion, wat niet waar bleek te zijn. Dus dat die mensen nu aan hoofden van departementen ja. gaan staan, dat is, dat is uh, en, uitzonderlijk. En Tulsi heeft zelf ook, ook toen heel openlijk gesproken over die Biolabs, uh, die bio er die die misschien ja. zouden zijn in Oekraïne, et cetera. En zo, hè? Dus, 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 dus in ieder geval. Hè? Het is, is clownworld, maar het is in ieder geval interessant om het nu in de gaten te houden. Wat gaat er nu echt exposed worden, ja of nee? Ja, ja het is heel boeiend. Ook met die biolabs. Ik las nog een, uh, een artikel erover vanmorgen. dat, dat Natasja Gabbert heeft, heeft zich daarover uitgesproken. Maar ook RFK heeft zich daarover uitgesproken. Mm. En zelfs Marco Rubio, waar de meeste mensen ja, uh, okay. niet zo'n fan van zijn. Omdat hij toch wat meer neocon is dan ja, ja. andere picks. Maar ook hij heeft zich bemoeid met de, de, de biolabs in de Oekraïne. Dus ben ik ben benieuwd of daar nu meer openheid van zaken ja. over gaat komen en we eindelijk een soort van rechtvaardigheid krijgen voor die hele coronaperiode. Voor een deel tenminste, mm -hmm. van wat, we, wat veel mensen altijd al gezegd hebben. Nee, ja, natuurlijk. Ja, precies, Marco Rubio we kunnen het over hebben. En er zijn een aantal ja, aanstellingen die, die best wel shady zijn naar mijn idee. Echt echt wel als, als een soort van neocon bestempeld mm -hmm. kunnen worden. Maar Trump heeft natuurlijk zelf wel duidelijk gezegd van hè, ik, ik ga voor vrede, ik ga voor vredesonderhandelingen en we gaan gelijk naar die abraham Accords... En, uh, dat, dat is in ieder geval zijn doel. Dus ja, het is, het is gewoon... Het punt is, ik denk dat, dat libertariërs er sowieso al anders naar kijken. Weet je? Nee. Zo van, het is oké, okay, ja, leuk, interessant wat er allemaal gebeurt. Ik hoop dat er informatie naar buiten komt. Zodat mensen zelf kunnen veranderen. En mensen hun, hun leven zelf anders kunnen inrichten. Nee. Want wij, wij zien sowieso niet dat, dat we gered moeten worden of zo. Het is, het is niet zo van, oké, okay, we gaan nu op deze persoon stemmen om ons te redden. Dus, dus ik denk dat dat inderdaad... Als je zo'n mindset hebt, dan, dan kan je al op een hele andere manier naar dit soort dingen kijken misschien natuurlijk. Ja, het, het, het leidt ons natuurlijk minder omdat we zelf de verantwoordelijkheid pakken. Hm. Maar het is, ik kan niet, ik bedoel, ik vind geopolitiek gewoon interessant. En ik ben ja. ook niet, je hebt een aantal mensen die geloven überhaupt niet in verkiezingen. Je hebt verschillende mensen die niet, niet geloven in verkiezingen om verschillende redenen. Een van die mensen is die, die zeggen van ja, het is allemaal een vooropgezet systeem. Dus wat jouw stem doet, hm. je stemt wel, maar dat... Die wordt niet echt geteld. Weet je. Het, het, zij bepalen gewoon de uitkomst van de, van de verkiezingen. Welke, ja. Hoeveel zetels naar welke partijen gaat. Maar ik geloof, daar, ik geloof daar niet in. Hmm. Ik geloof in, in een andere reden. Niet in de politiek. Maar niet omdat jouw stem um, bijvoorbeeld al niet, niet, niet telt. Zeg maar, op die manier. Ja. Ik denk dat je dat ook goed kan zien als je naar Nederland kijkt. Waarbij um, partijen opkomen en vervolgens ook weer um, inzakken. Zoals bijvoorbeeld een FVD. Die wordt natuurlijk helemaal kapot gemaakt in de media. Um, dat is niet omdat, denk ik, omdat het een spel is en theater, en dat zij erbij horen en controlled opposition zijn in, op, op, op die manier. Mm. Nee, ik denk wel daadwerkelijk dat hij iets anders wil doen dan de status quo, de, weet je, de, de, de powers that be. Um, alleen, ik geloof zelf gewoon wat minder in politiek, omdat, je, omdat ik nou het geloof in die eigen verantwoordelijkheid. Mm. En dat het systeem, systeem zo rigide is. En wat jij ook beschrijft, is dat op het moment dat een partij gekozen wordt in bij de macht terechtkomt, dan zie je ze gewoon, je ziet het gewoon veranderen, mm. je ziet, en als iets niet veranderen, worden, worden ze dus op een bepaalde manier kapot gemaakt, maar, maar ze gaan zo snel uh, mee in het verhaal wat ze te horen krijgen denk ik op die posities ik heb een tijdje geleden bij V 4 Valentine ook behandeld dat als jij de diepste state wil verslaan, dan heb je eigenlijk een aantal uh, dan zijn er een aantal scenario's die uit kunnen gaan, gaan, uh, gaan spelen en één daarvan is dat je wordt ja, eigenlijk geïntegreerd in die diepste. En dat is denk ik de meest voorkomende. dat zie je ook gewoon gebeuren. Ik vind het een heel mooi. filmpje van Caroline van der Plas die uitlegt dat um, als zij in de, in de regering zit, uh, of haar partij, dat ze vervolgens uh, naar Brussel gaat. Weet je, je moet gewoon naar Brussel gaan en zeggen, we moeten vuist op tafel slaan. En het is gewoon, het is gewoon klaar met, met, met mm. stikstof. Volgens mij een paar jaar later, of een jaar later was het geloof ik, een filmpje dat ze wegkomt uit Brussel. Ze ja, je, ik ben er geweest, maar... Ja, weet je, het is allemaal ingewikkeld en mm. uh, mensen moeten ook niet verwachten dat je zomaar naartoe kan gaan met je vuist, vuist op tafel slaan dat er iets gaat veranderen. Dus ja, ja. spreek jezelf gewoon 180 graden Zeker. tegen. Um, omdat ze denk ik dan, ja, ze, ze gelooft denk ik ook wel wat ze daar te horen krijgt. van ja, het is ingewikkelder en er spelen mm. meer belangen ja. en dat allemaal. En nu met uh, minister volksgezondheid hè, van PVV, die, die letterlijk dan het ging dan over die... Uh, dat, hè, dat, dat verhaal naar buiten kwam over de IVD dat die toch uh, eigenlijk de, de, de leider was tijdens de coronatijd, uh, et cetera. De NCTV, en, ja. De NCTV, ja, ja, ja. precies. Maar, maar toch dat zij daar haar betoog wat hield... als letterlijk van... ja, en ik zit nu hier op een andere positie... en ja. ik moet, moet uh, meer uitvoerder zijn, et cetera. Ja, en, ja. en dan misschien dat ze het zelf niet prettig vond op zo'n manier... maar wel dat ze... Ja, dat, Precies wat je zegt. Hè. Je bent op een, op een gegeven moment, moet jij conformeren aan jouw positie van, van minister zijn. En dan heb jij informatie die je nooit zal mogen delen met het publiek of zo. En hoe dat in elkaar zit. En dan, ja, dan, dan ben je uiteindelijk onderdeel van het systeem. Hmm. Ja, ja dat, dat is in ieder geval wel wat ze zeggen. Ik denk dat het geloos is. Maar moet je gewoon ja. bij jezelf blijven. Tuurlijk, en anders, tuurlijk, en ja. anders ja. nog gewoon zeggen wat, wat, het, uh, ja. nou, wat ik... je dan hoort, zeg maar, voor, onder het mom van voor de samenleving, voor de, voor de ja. mensheid. Maar Precies, dat is weer zo'n voorbeeld dat mensen heel snel geneigd zijn mm -hmm. om uh, te gaan praten naar het instituut waar ze, zich dan, ja. waar ze in terecht zijn gekomen. En dat is, mijn, dat is onderdeel van mijn um, mm -hmm. ongeloof in de politiek. Ja. En dat het iets gaat veranderen op die manier. En dat is iets waar je net over had. En daarom geloof ik dus heel erg in, in, die, in het veranderen van de culture of ideas. Mm -hmm. en, je moet, en de politiek is toch ook een beetje een. Een voorsloedsel van wat ja. mensen willen en vinden. Dus we zeiden net al van, ja, moment dat er dat inflatie heel hoog is, de pijn hoog is, dan gaan mensen iets anders verlangen en dan komen dus ook politici die, die daar gehoor aan gaan geven. Mm -hmm. um, maar je kan, je kan het een handje helpen, die, die, die culture of ideas veranderen. En daar ja. geloof ik heel erg in. En daarom ben ik nu ook meer bezig met media maken dan, uh, dan met politiek. Ja. Die politiek die, die komt wel als, als men allemaal beseft hoe veel beter het kan en hoe het allemaal beter kan. Nou ja, kijk, daar, daar zitten we helemaal op een lijn. Dat is ook wat, wat ik hier probeer te doen natuurlijk, hè, op dezelfde manier. Ik, ik geloof nog wel in een soort van die, die infiltratie of zo, weet je. Dat, dat als je één zetel hebt en gewoon in de Tweede Kamer een keertje... het juiste inflatieplan kan uitleggen en, en gewoon een motie indienen... stop met de verkoop van staatsobligaties. Waarom dan? Nou ja, hierom. Dat, 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 dat je dan dat podium kan misbruiken om, om toch dat gedachtegoed te verspreiden ja, ja. of zo, weet je. Maar, en inderdaad dan niet politiek als doel om politiek te gaan bedrijven daar, maar meer gewoon het podium ja, hijacken of zo. Mm. Dat, is, dat is in ieder geval nog, nog mijn insteek die ik erachter zie. Mm. Maar goed, weet je, daar uh, dus kan je altijd over blijven speculeren. Dat mm. is heel moeilijk, denk ik. Mm. Maar um, ja, waar jij mee bezig bent, je zegt uh, media maken, maar ik hoorde ook dat je dus... Uh, ik, ben, ik ben een aantal keer bij jouw uh, Free Market Roadshow geweest, die jij... Dat uh, is een, een mooie... Uh, ja, Lezing, congresbijeenkomst, waar je gewoon altijd sprekers elk jaar uitnodigt. Mm. Om, om libertaire ideeën te vertellen. vanuit uh, allerlei verschillende takken van. Uh, ja, eh, vrijheid van meningsuiting. of toch uh, economie, monetaire systemen. Uh, altijd hele mooie bijeenkomsten. En je wil nu. Uh, ja, daar andere, uh, grotere stappen in gaan zetten, heb ik gehoord. Dat je ja. een, een nieuwe denktank ook wil gaan oprichten. Ja, niet nieuw eigenlijk, want ik heb hem al opgericht. en die Free Market Roadshow is onderdeel van die denktank. Dus mm. ik heb. In 2018, toen ik lid was van de, van de LP en voorzitter was van de LP, ben ik begonnen met uh, het, het, ja, uh, die, eigenlijk een libertaire denktank, een vrije markt denktank, het Nederlands Instituut voor Praxeologie, mm -hmm. ook te vinden op praxeologie.nl. En dat heb ik gedaan omdat ik dus merkte, wat ik net zei, dat, dat mensen die, die hebben een bepaalde opvatting, die, die leven binnen een bepaalde overton window, die je het hier wel eens over gehad hebt, maar mm het -hmm. dus overton window is... Het, het, het gedeelte wat men, als je een schaal hebt van uh, communisme naar uh, libertarisme, van autoritair naar, naar, naar vrij, mm -hmm. dan um, heb je per thema onderwijs of belasting of economie, heb je de overtuiging, Want dat is wat men in de maatschappij als politiek haalbaar en wenselijk acht. En ik denk dat in Nederland dat in daar heel dicht tegen dat communisme aan zit. We heel veel overheidsregulering en inmenging. En, uh, heel veel bemoeienis met onze levens en, onder en ondernemen, want anders zou het misgaan. Mm. En een denktank is bezig om dat overnemen nog meer naar in mijn geval naar de, die, die libertaire kant te krijgen. En je hebt heel veel denktanks en NGOs in de wereld die beleid beïnvloeden, die de publieke opinie beïnvloeden. Uh, je, iedereen herkent in onze kringen wel uh, wel uh, World Economic Forum, maar ook Greenpeace of uh, um, het CER zelfs, dat zijn allemaal denktanks die een bepaald gedachtegoed hebben. en vaak gefinancierd ook door de overheid. Ja, ja. Klingendaal Instituut in Nederland is ook wel een bekende. op, um, op het gebied van internationale betrekkingen. Vereniging, Vereniging Nederlandse Gemeentes. Is, uh, die is een beetje onbekend, maar voor de gemeenteraden. zij bepalen bijna alles. Ja. Een ja, NGO betaalt met overheidsgeld. Klopt. Ja, inderdaad. Dat is ook inderdaad een hele grote. En die, maar je ziet dus, inderdaad dat de VNG is ook een hele groei, dat die hebben zoveel invloed op wat er gebeurt in de wereld. en hoe overheden zich gedragen. En Um, ik, ben, ik ben daarbij gekomen dat ik dus gewoon merkte bij de LP dat het mensen overtuigen van eigen verantwoordelijkheid en meer vrijheid heel lastig uh, is. En helemaal als je dus in een politiek systeem zit, dan mensen gaan kijken en oriënteren op politiek, meestal zo'n zes weken tot acht weken voor de verkiezingen. Mm. Dus op dat moment uh, heb jij de tijd om mensen bij te brengen van hoe het zit. Maar ga maar iemand maar eens economisch scholen in zes weken, hebben. dat is eigenlijk wel wat je moet doen als je gelooft in, in, in vrije markt, je moet mensen die economische principes meegeven. Uh, mee dus ik dacht van, ik moet dat... en ik ben toen met de LP uh, Spanje in aanraking gekomen... en die zei van, ja weet je, jij moet een denktank beginnen... en probeer op die manier uh, de maatschappij te beïnvloeden. Mm -hmm. Ik heb het dus in 2018 al gedaan. Dus toen heb ik één uh, of twee projecten gedraaid... en toen kwam corona, toen heb ik het eigenlijk een beetje laten liggen. Nu dus sinds een aantal jaar dus weer die Free Market Roadshow aan het organiseren... waarbij we dat lezing geven om mensen ook te inspireren. Maar ik wil daar meer mee gaan doen. Ik wil meer, ik wil echt als een... Als een volwaardig NGO zoals het WEF, uh, de, de boel hier gaan we Maar dan op een manier waarop dat niet leidt tot meer globalisering en meer onderdruk van het individu en mm. meer armoede, eigenlijk maar meer, meer vrijheid en meer uh, uh, welvaart. Ja. Dus daar ben ik niet mee bezig. En ik, ik ben ook lid van een, um, een businessclub, de Prisma Businessclub. En dat is een Engelse club opgestaan vanuit corona. Omdat mensen zeiden van heeft het hier gebeurd, dat klopt niet en daar wil ik iets tegen doen. Maar we zijn. Mm -hmm ondernemers in de eerste plaats en geen activisten en geen uh, politici, dus we gaan daar ook niets mee doen. We, gaan, we houden het bij ondernemen en via ondernemerschap willen we verandering brengen. En ja, die hebben het opge ook opgepikt dat idee van die denktank. En we zijn nu bezig met het. Um, Ons eerste project eigenlijk wat we na de Free Market Roadshow willen doen is een Freedom Dinner. Ik weet niet of je bekend bent met de, uh, Tax Liberation Day. In, uh, mm. in Amerika heb je dat, onder andere in andere landen heb je dat. Dat is dus de dag dat jij als uh, ja, ja. persoon niet meer voor de, voor de staat werkt. En dus niet meer, niet meer horige bent, slaaf bent, mm. maar dat je voor jezelf gaat werken. En op die dag heb je, vaak, heb je dus een Liberation Day. Dan ben je dus vrij en, en al, op, al inkomen en je inkomen voor ergens jou. ergens op, op, op ver, net, net voor de helft van het jaar, geloof ik nog. Hè? Op, ja, op, ver, ver vast en zeker. Ik had, denk, in, denk, in Nederland zou het denk ik uh, ergens in de herfst zijn. Maar... Ja, we zijn het eerste denk ik net om een barbecue te doen, maar dat gaat in Nederland niet lukken met de belastingdruk. Dus, we willen, we willen één, dus met wetenschappers, met academici, willen we gaan onderzoeken. Wat is nu daadwerkelijk die belastingdruk in Nederland? We hebben we hmm. horen allemaal wel cijfers van de belastingdruk, maar dat is, het is zo vervlochten met overheidsuitgaven. En die rekenmethode, net zoals het, de rekenmethode van inflatie, ja. die klopt niet. En die, die verandert ook de hele tijd, dus ik wil met... ...libertair gezinde academici gaan kijken naar wat is nou precies die belastingdruk. Hmm. En dan, nou, goed, als je een percentage hebt, dan kan je de percentage natuurlijk omslaan naar een dag. En op die dag krijgen we dan een freedom dinner. Inderdaad geen barbecue, want het is niet in de zomer. Dat, dat is wel het doel uiteindelijk. Het doel is om met zo'n denktank en zo'n diner waar we dan uh, mediamakers, hmm. journalisten, politici, uh, uh, ondernemers willen gaan uitnodigen om... Ja, weet je, om, om bewustwording te creëren over je werkt tot deze dag gewoon voor de overheid en niet ja. voor jezelf. Weet je, daar moeten we toch iets aan gaan doen. Mm -hmm. En op die manier hoop ik dat we elke, elk jaar die dag iets eerder kunnen gaan krijgen in het ja. jaar. Zodat, zodat uh, we, en, en we steeds iets meer vrij zijn. Uh, ja, super dan cool. We nu zijn. Totdat je inderdaad een, een barbecue kunt organiseren. Ja, ja. Of, of dat het gewoon niet meer hoeft omdat we gewoon uh, geen belasting meer betalen. Dat, dat is uiteindelijk het, maar, uh, uh, het doel. Ja, super cool. En dus dan... Uh, maar dat is het freedom dunne Maar je hebt, want um, ik hoorde ook dat je dan, je hebt zo'n zo overkoepelorganisatie van de Atlas Ja, uh, yeah, Atlas uh, Network. Atlas Network. En, want ja, het probleem is natuurlijk, je moet, gaat niet vanuit overheidsvinding doen, maar je hebt natuurlijk wel een basis nodig van, van investeerders, et cetera. Via Prisma ja. zal dat ook zijn dan natuurlijk. Ja, exact. Uh, ja, dus uh, via Prisma en andere ondernemers willen we naast het uh, fondsen gaan werven. Maar daarvoor gaan we eerst een aantal projecten um, um, opstarten. Maar dat. Atlas die kan er ook voor zorgen. Atlas is een, eigenlijk een incubator voor dit soort denktanks. Tank mm. We hebben een partnernetwerk van ongeveer 500 uh, NGO's over heel, uh, over heel de wereld. And, um, in heel veel in Amerika, in, me, de meeste mensen kennen de Cato, denk ik wel, of Heritage Institute mm. misschien, of de American Brownstone Enterprise. Heb je nog, uh, je? Brownstone heb je ook nog. Brownstone Institute is er ja. ook eentje inderdaad, ja. Um, en die, die zijn allemaal aangesloten bij dat Atlas netwerk. Mm. En dat is wel interessant hoe dat ontstaan is. Want de oprichter van Atlas is Sir Anthony Fisher. En Anthony Fisher was iemand die uh, leefde ten tijden van, uh, eigenlijk na de Tweede ook, tijden, maar ook na de Tweede Wereldoorlog in, uh, in Engeland. Mm. En hij zag hoe destijds uh, labor, dus hoe socialisme steeds meer aanhang kreeg en een steeds belangrijke stem kreeg in, het, uh, in, in, in de politieke arena daar. Mm. En hij had toen uh, The Road to Serfdom gelezen van, uh, van Hayek. Mm. En hij dacht, van, ja, dit, 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 deze filosofie, deze ideeën, hier geloof ik in. Ik ga een politieke partij starten op basis van deze, deze ideeën. En destijds mm. was Hayek leefde ook nog. Uh, en hij, hij, nou, hij zei, ik ga naar hem toe en ik ga dat aan hem pitchen. Van ik, nou, ja. wil, ik wil een partij beginnen op basis van jouw idealen en wat jij hier hebt geschreven. Mm. Dus hij gaat dat doen en hij gaat naar Hayek. En Hayek zegt, ja, dat is echt een heel slecht idee. En hij zegt, politici zijn als, als kurken op water, waarbij het water inderdaad de publieke opinie is. En wat mm. jij moet doen, is je moet ervoor zorgen dat je die culture of ideas gaat veranderen. Waardoor uiteindelijk die politiek vanzelf wel verandert. En hij is toen, uh, uh, in de jaren 50 was dat, de, uh, de Institute of Economic Affairs gestart. een van de meest gerenommeerde en bekendste free market think tanks uh, mm. in de wereld. In Londen zit ook, ben ook, wel eens geweest, zit om de hoek bij, um, bij het parlement in, uh, in Engeland. En zij hebben jarenlang gewerkt aan het veranderen van het klimaat. door het doen van onderzoek met, met, met academici. Met, mm. met het schrijven van artikelen, weet ik, het publiceren van artikelen. Ja, Dat onderzoek financieren, um, congressen, lezingen. Alle, van, allerlei, van allerlei activiteiten. waardoor je eigenlijk de instituties van, van overheid, van, van media, van onderwijs, mm. van politiek. Uh, veranderde. En dat is uiteindelijk, men zegt dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de opkomst en het slagen van Margaret Thatcher, die natuurlijk destijds veel meer vrije marktideeën aanhing, dan, mm -hmm. dan, uh, dan Labour. En dus ook veel, ja, veel dingen voor elkaar begrepen op die manier. En hij zag dat succes, Anthony Fisher, en hij heeft toen later nog eens een keer de Atlas netwerk gestart, om eigenlijk wat hij in Engeland heeft gedaan, wereldwijd te kunnen doen. Mm -hmm. En denktanks daarbij, uh, daarbij te kunnen ondersteunen. Dus wij willen net ook, je moet een aantal, een aantal voorwaarden doen om partner te kunnen worden van dat netwerk. En daar zijn we dus ook mee bezig. Maar daarvoor moeten we gewoon eerst naar die, die projecten gaan draaien. Die Freedom dinner gaan organiseren. Ja. Fondsen gaan werven. En als dat lukt, dan gaan we ons daarbij aansluiten. En ook leren van de denktanks in Spanje, in Amerika, in, ja. in Argentinië, waar ze dan ook zitten. En te kijken wat voor, wat voor activiteiten ze aan het ontplooien om de wereld een beetje beter te maken. En die dan zelf ook te gaan doen. Ja, supercool. Ja, ik zie... Steeds, steeds, meer dat, dat wel dat soort instituten ook in Nederland uh, in, in Nederland liep een beetje achter met mijn idee. Ja. Want je hebt bijvoorbeeld, uh, ik ben, ben zelf heel veel in contact met uh, iets als uh, Students for Liberty. Hè? Ook met, uh, via Bitcoin in Amsterdam komen, komt daar ook uh, de, de, de directeur altijd langs om uh, te, te spreken. Maar die, die doen echt, echt enorm veel ook op universiteiten, juist voor jongeren. En het is de laatste keer is het drie jaar geleden dat ik dat ze in, in Maastricht iets deden, maar voor de rest in Nederland is er niet heel veel uh, aanhang. Ik hoop gewoon inderdaad, hè, gewoon, gewoon congressen organiseren en lezingen en gewoon dingen kunnen doen. Dat, dat, dat is denk ik echt wel heel belangrijk. Ook om gewoon meer zo'n soort van professionele uitstraling te krijgen. In plaats van alleen maar ja, een klein groepje filosofische anarchisten die uh, ja, lekker uh, bezig zijn. Maar het is inderdaad zo dat, ja. dat Students for Liberty is ook onderdeel van het Atlas-netwerk. En je hebt inderdaad in Maastricht Students for Liberty, je had vroeger LIPE in Amsterdam, mm. uh, Liberaal Jongerenplatform heette dat ook dat, afkorting van. Mm. Um, die kwam ook eigenlijk vanuit. Uh, en Rotterdam had je ook nog. Dat is een tijdje geleden nog een uh, lezing geweest met. Um, was het met Jaron Broek, geloof ik. Nou oh ja. ja, je hebt in, in Rotterdam ook Atlas. Uh, zelf een zelf, uh, Rand Instituut of zo, ja. geloof ik. Hè? Die ja, doen top. vaak lezingen ook over de ja. boeken, et cetera. Uh, maar, maar, maar inderdaad, het interessante is dat wereldwijd. hebben we dus heel veel van dit soort uh, denktanks. Maar wat je zegt, in Nederland is het volledig niet aanwezig. Alle mm. denktanks die je hier zo'n beetje hebt, zijn allemaal vanuit de overheid gefinancierd. En we spreken dus ook de, weet je, de taal en, en, en ja. naar, naar het belang van de overheid. En ik denk dat dat. Ja, ik denk dat mensen niet beseffen hoeveel invloed dat heeft op, op onze samenleving. En, mm -hmm. Goed, het is dus daarom nu. tijd om daar nu een weg tussen te drijven en. Ja. een ander verhaal te, te vertellen. Ja, fantastisch. Te nou. Uh, I mean, ik uh, wil sowieso uh, iedereen uh, lekker ondersteunen. Dus dat, dat we allemaal samenwerken ook, weet je. Want precies wat je hebt. Er zijn... Best wel veel libertariërs in Nederland, die allemaal weer gecompartimentaliseerd zijn, of bij andere partijen onderling, of eh, bij, bij de andere krant zitten ze, of, of bij andere uh, journalistieke platformen. Ik denk dat, dat je gewoon zo'n gewoon zo echt, echt congressen over vrije markt. Want, want je hebt inderdaad heel veel alternatieve media, maar er zitten dus ook weer heel veel verschillende stromingen in die wel een exact. soort van hetzelfde ja. bezig zijn. Maar dan weer anti-vrije markt zijn. Exact, weet je? Ja. Dus, dus ik denk dat het echt, echt iets wat daarop toegespitst is. Dus ja, super hard nodig. Ja, dat wil ik net zeggen inderdaad. Want of dat zei ik net ook een beetje in het begin. Dat de, en ik zie het ook in de, in de onafhankelijke media. dat Iedereen is wel tegen wat er nu speelt. Maar mm. de oplossing die ze aandragen is niet altijd vrije markt. En ik denk dat dat heel erg belangrijk uh, is. En ik merk ook dat daar uh, um, de mening over verschillen. Ik had, inderdaad, mm. ik had een paar weken geleden bij Prisma nog een. Um, en onder ons daarmee ook met Advil Verbrugge, die denkt inderdaad, die ziet het probleem anders. En die ziet, of in ieder geval de oplossing ziet hij anders. Het, mm. het probleem over corporatisme, wat, wat ik ook zie als probleem. Ja, ja. Maar hij schaart, en heel veel mensen scharen corporatisme als voorvloed uit vrije markt. Wat ja. dat gewoon niet zo is. Nee. Corporatisme is, een, is bij uitstek een, iets wat ontstaat door een te grote centralisatie, een, een te sterke overheid, ja. een overheid met te veel macht en met te veel zeggenschap. Waar lobbyisten op afkomen, waar bedrijven mm. naartoe komen, wat, wat bedrijven misbruiken om uiteindelijk, uiteindelijk regels voor henzelf te creëren, die voor henzelf heel erg voordelig zijn, mm -hmm. maar voor het MKB heel erg nadelig. En op het moment dat jij dat. Ik dat, 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 dat vroeg ook aan: van als, je niet, als je gelooft dat corporatisme een probleem is. Maar je gelooft niet dat uh, vrije markt het oplossing is. Word je dan meer overheid? Nee, nee, nee dat is ook niet, ook niet de oplossing. Ja, zeg maar. We willen en dan gewoon kom, een politieke overheid. Ja, nee, maar dan kom je, je komt, je komt er, on, je er gewoon niet aan dat je dus naar die kleinere overheid toe mm. moet. Maar mensen zijn er nog steeds niet, iedereen is er nog steeds mm. niet van overtuigd. Dus om, het is heel belangrijk ook omdat er wel een nieuwe golf gaande is, wat we zeiden. Weet je, er is wens naar iets anders. Men wil. Niet meer wat het oude hebben, maar dat we er wel voor zorgen door media, door dit soort instituten. Dat uiteindelijk de oplossing gaat komen vanuit die vrije markthoek. En dat we niet uiteindelijk terechtkomen bij een, een of ander, ik wel, nog fascistische systeem dan we nu uh, mm -hmm. hebben. Nee, zeker. Dus ja, om, om even terug te pakken, inderdaad, denk, misschien de libertaire golf, weet ik niet of we die kunnen zien, maar is die, is die overton window wel dichterbij aan het komen? Ja, ja, je ziet wel dat, dat men, en ik denk dat Amerika sowieso, want daar is natuurlijk een hele, hele grote verandering gaande. Dat is men, daar zit die over te wonen, sowieso meer richting vrije markt. Je merkt als ik daar met mijn familie praat, ik ben zelf half Amerikaan, mijn vader is Amerikaan, dus mm. ik ga daar regelmatig naartoe. Mijn familie is Afro-Amerikaans, dus die zijn automatisch al een beetje democrat. Maar zelfs daar, als ik praat met, met mijn nichtje over de politiek, maar zij is ook een ondernemer, dan merk je dat ja, het is echt veel meer vrije markt denken mm. bij de democraten al dan dat dat uh, hier bij de VVD is. Um, dus dat, ja, dus, dat, dus dat is op zich, uh, dat, dat is op zich, op zich op zich mooi. Maar ik denk dat het hier ook moet gebeuren. Want hier stemt men dus nog steeds wel op de PVV. En iedereen mm. is fan van de PVV, vooral denk ik om anti-immigratie. Maar als je kijkt naar de rest van het programma van de PVV en trouwens ook het immigratiestand van de PVV. Dat is gewoon het SP-programma. Dus er ja. is niks rechts aan, omdat ze met het heet het roept, er is niks rechts aan de, aan de, aan de PVV. Mm -hmm. Dus dat soort dingen. Dus de PVV is niet de oplossing van onze problemen. Daar heb je echt iets anders voor nodig. En dat bewust krijgen en die, dat bewustzijn bij mensen naar binnen krijgen, dat is volgens mij prio nummer één. Want die golf, en die opening window, die, is, die, is, die gaat wel de goede kant op, nu al. Ja, ja nou, ik, ik zie het. Ook wel. Kijk, het, is, het zijn allemaal kleine stapjes natuurlijk. Hè? Maar ja, ik, ben, ik ben vooral heel erg bezig met Bitcoin ook natuurlijk. Hè? Maar wat, wat ik heel leuk vind om te zien in, in ons politieke spectrum dan, is dat, dat er echt letterlijk mensen vanuit de SP hun hele leven SP-lid zijn geweest. Ze hebben de bitcoin standard gelezen en ze worden lid bij ons. Dan komen mm. ze opeens naar ons toe. Mm. En, en, want ja, ik, ik zie Bitcoin dus echt wel een beetje als die Trojan horse om mensen acht in economics aan te leren. Ja, ja. Cijferdiena Moes, al die, al die mensen die. Die gewoon echt, echt de economische kant supergoed kunnen uitleggen. vanuit Bitcoin. Is, is. Ja, ik denk dat dat. Je moet, je moet een soort van. Ja, toch die Trojan horse hebben. Om, om mensen iets uit te leggen. En Bitcoin is natuurlijk iets waar de mensen denken: van, oh, kan ik geld mee verdienen. terwijl er inflatie is. Dus ik moet wel. Weet je, het komt allemaal een beetje samen. op een of andere manier. Terwijl inderdaad, hè, zoals we zeggen. of er nou echt sprake van een golf is. Het blijft heel marginaal en heel klein. Maar ik, ik durf toch wel te zeggen dat het, het begin er is, weet je. Hmm. Ja, en ik denk dat Bitcoin ook wel. Een, uh, dat is het is een heel mooi initiatief omdat het het is misschien een beetje de, de, de nu de belichaming van agorisme geworden dus mm. het idee agorisme dat je um, door ja hoe zeggen dat door um, alternatieven op te zetten voor het huidige systeem het systeem gaat veranderen dat is een agorisme is een liber 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 libertaire, um, Denkwijze waarbij je dus ook zegt, we gaan het niet via de politiek doen, maar we gaan het, we gaan het uh, via, ja, via nieuwe, betere systemen doen. En Bitcoin is gewoon een betere versie van geld. Ja. En, en het, ja, het, is, het is zo vernuftigd dat het, dat het um, juist ook door die waardevermeerdering heel veel mensen aantrekt. Ik bedoel, heel veel mensen doen het om te speculeren, maar dat is niet mm -hmm. de essentie van Bitcoin. Het is de essentie is dat je jezelf nu beschermt tegen de um, waardedaling, vermindering van fiat ja. geld. En onafhankelijk van banken kan worden. Dat en onafhankelijk van banken kan worden. En, en, en be your own, be your own bank. Um, maar het trekt toch... Ja, die waarsmindering zal wat mensen aantrekt. Dus de theory daarachter. Dat mensen daardoor er worden ingezogen. Daardoor mm -hmm. gaan nadenken over wat is geld. En dan boeken gaan lezen over die dat uitleggen. En dan be beseffen wat geld is. En dan inderdaad kan je volgens mij bijna niks anders. Op het moment dat jij snapt wat geld is. En hoe economie werkt. Als je het mm -hmm. echt begrijpt. Om bij libertarisme uit te komen. Dat is... Ja. Dat is het oh ja, dat is een lang proces, misschien voor veel mensen, omdat je, echt, je moet echt ja, een soort van halve econoom worden om, uh, om, 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 om dat allemaal te snappen. Maar als je ja. dat daar bent, dan ga je dus wel meteen zien: oh ja, maar dan is libertarisme ook de oplossing. Ja, ja nou precies, daar, daar hoop ik dan een beetje op natuurlijk. Ja, precies. Zeker. Ja, maar sowieso, hè. Kijk, je noemt het agorisme, maar ik denk dat je ziet dat er ook, natuurlijk sinds coronatijd, maar er zijn heel veel andere verschillende, echt, echt soort van agoristische initiatieven die, die echt populair aan het worden zijn. En ook, ook juist vanuit de linkerkant van het spectrum. Hè. Had, vorige week had ik hier uh, Kati Jansen, die ken je zelf ook natuurlijk, hè, van die uh, Realize Potential Goals agenda 29. Nee, nee. Dat, uh, ja. Oh yo, yo, yo. ik weet het Ja, want, ja, ja. Uh, ja ik weet wat ik bedoel. Precies, dus ja. dat is echt, echt een platform van: ja. oké, okay, vanuit mensen in hun kracht zetten en het zelf gaan doen. Ja. Hè, de, ja, ja, ja. Want, want het socialisme heeft een negatief mensbeeld. We willen juist een positief mensbeeld mm. hebben. En dan heb je natuurlijk ja, keuzevrij bij mij en, en uh, Society 4.0, allemaal van dat soort. Het is eigenlijk gewoon letterlijk agorisme. Ja. Alleen zitten daar dus ook heel veel mensen die het, die het doen vanuit een, een meer socialistische achtergrond. van uh, ik, ik wil tegen big tech, ik wil tegen big pharma, tegen, uh, tegen de bankensystemen, et cetera. En, en ik merk dat ze daar ook, dat ze daar die verschuiving ziet. van nee, we moeten niet, niet voor meer wetgeving pleiten. we moeten gewoon zelf andere systemen mm. op gaan zetten. Mm. En ik denk dat dat wel uh, ja, toch, toch mooie uh, verschuivingen zijn. Ja, het is, het is, ik vind het een hele bijzondere tijd. Soms denk ik van dat ik. Uh... Dat het AI is inderdaad, omdat het zo ver afstaat van wat, nou goed, wat tien jaar geleden, misschien vijf jaar geleden, de norm is. Ja. En, uh, corona heeft ook heel veel gedaan voor mensen in hun bewustzijn over hoe de politiek en de samenleving en de overheid functioneert. Maar het is, ja, ik, vind het, ik ben ook dus wel heel hoopgevend. Mijn, mijn, mijn ongeloof in de politiek heeft niets te maken met het feit dat ik geloof dat het niet meer goed gaat komen. Ja. En ik geloof dat de weg voor mij in ieder geval anders uh, Anders ligt. Maar er de, de, de zit echt een verandering aan te komen. Dat, 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 dat kan niet anders. En ja, misschien dat, uh, ik bedoel, misschien na de bull market van Bitcoin, dat de wereld echt uh, 180 graden anders is uh, dan, uh, dan uh, hoe we hem nu kennen. Of toch, toch ook de, de economische crash in Europa. Hè? We zien toch ja. wel uh, dat Duitsland een beetje aan het instorten is. Nederland ja. zal uh, daar ook effecten van ondervinden. Zeker, toch ja. toch een beetje het Millet-verhaal van ja, we krijgen pas Libertariërs aan de macht exact. als die pijn er is. Helaas uh, zal het misschien waar zijn. Maar ik denk dat. Uh, dat ik merk heel erg bij, bij de toch jongere generaties ook nu, ook, ook hè, dus lokaal in de politiek, dat ik daar letterlijk aanspraak mee krijg. Die, het zijn generaties die geen enkel toekomstperspectief hebben op, op inderdaad op, om geld te kunnen gaan sparen, om een huis te kunnen gaan kopen, om een gezin te gaan starten. Zij zitten echt, echt in, een, in een hele grote generatie die depressiever is dan ooit tevoren, geen toekomstperspectief. En zij zoeken gewoon naar, naar de vraag: van waarom is dit zo? Ja. En, en ik denk dat dat, ja. Hè, die mensen die gaan vaak ook speculeren, want ze hebben niks meer te verliezen. Dus dan komen ze bij Bitcoin uit. Je ziet echt stromingen. Mensen denken van: oh ja, ik zie al die mensen die op, op TikTok in Lamborghinis rijden vanuit crypto of wat dan ook. En dan vinden ze het interessant. Maar dat is helaas dan die Trojan horse die je nodig hebt, inderdaad. Ja. Maar toch ook hè, gewoon een, een naar antwoorden zoeken: van waarom is dit geldsysteem zo? Waarom is de samenleving zo dat er geen toekomstperspectief is? Ja. En ik merk dat, je daar, dat we daar nu. Ja, aanhang bij krijgen op een of andere manier. En dat is, hmm. dat is toch uh, misschien die overton window, hmm. weet je wel. Ik merk het ook lokaal bij... bij uh, ja, precies. Ik heb het, Aans ik heb het over lokaal. Ja, okay, het inderdaad ja. Ja, gewoon, gewoon door, door met, met mensen te praten. En, uh, maar goed. Ja, mensen, mensen willen sowieso iets anders. Dat, 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 die geest is volgens mij wel uit de fles. Mm -hmm. Ik ben heel benieuwd wat, uh, wat Trump gaat waarmaken van die dingen die hij zegt. Want dat is dus wel waar ik een beetje bang voor ben, is dat er nu... Ja. politici zijn die zien dat het sentiment aan het, aan het uh, toenemen is, aan ja. het groeien is, en dat zij de, dat gebruiken om zelf in de zadel geheest, worden, maar ja. vervolgens daar daadwerkelijk weinig mee, mee te doen. En dus ik, mm -hmm. dus, ja, ik ben, ik uh, bedoel, hij is nog niet eens verkozen, we moeten maar zien hoe het gaat gebeuren. En, maar aan uh, de andere kant, als hij echt gaat doen samen met, uh, met RFK en Tossi Gabert, weet ik voor wie allemaal, dan heeft hij ook wel een groot doelwit op zijn rug uh, gekregen. Ja. Letterlijk de dingen die hij wil doen zijn ook de dingen die, die JFK denk ik de nek hebben geknoeid. Ge, ja, natuurlijk. Dus dat en dat is ook weer mijn, 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 um, mijn moeizame relatie met het politieke systeem, omdat de powers that be zijn zo uh, machtig dat dat um, ja, weet je, ofwel via het beïnvloeden van de politieke opinie via massa media, weet je, dat is heel lang hun middel geweest en dat is denk ik ook wel een beetje de dat denk ik, was een beetje de casus nu ook van de afgelopen verkiezingen in Amerika, ja, ja, ja. Waar, waarbij je zag dat Camilla um, Harris met meer dan 1 miljard dollar een campagne heeft gevoerd, uh, met name via, via, via massamedia. Mm -hmm. En ik heb, iemand heeft een keer gezegd van dit, dit, is, dit is de ultieme test voor de deep state en voor, en, en voor de media van kunnen wij elke persoon mm -hmm. president maken, hoe impopulair die ook is. Mela Harris was gewoon heel erg impopulair. En is alleen maar gekozen omdat ze. en vrouw is en kleur is op die positie. En dat, dat was een mooi contrast voor de oude, mm -hmm. uh, de oude Biden. Um, maar. dat tegenover een, een Trump die met, met nieuwe media, met onafhankelijke media. Mm -hmm. met ex, met, met Joe Rogan ja. en alle podcasters aan de gang ging. Um, en met een, goed, met een vierde van het budget, geloof ik, een vijfde bijna. Ja. En dat was dus ook een beetje een show-off tussen die oude en die nieuwe wereld. En je ziet nou gelukkig dat die nieuwe wereld gewonnen heeft. En dat, dat, dat ja, oude media, en dat vind ik heel hoopgevend, is gewoon hun positie ja. heel hard aan het verliezen. Aan het het is, is gewoon die autoriteit van hun is dood aan het gaan. Dat ja. merk je echt. Dat merk je ook in Nederland, hè, alle kijkcijfers. Ja, daar zie je dat dat toch ja, een, een ongehoord Nederland uh, opeens een van de grootste uh, kanalen is geworden. Hè, met, met veel meer kijkcijfers. En podcasts, hè, precies. Omdat jullie uh, supergoed doen. En ik hoop dat daar. Uh, ja, het, is, het is gewoon wat meer gedecentraliseerd of zo. Ja, en exact. Ja. Ja, en dat zie je. Je ziet een decentralisatie gaande in de mediawereld. En dat is denk ik gewoon, gewoon super belangrijk. En dat mm. gaat zich dus denk ik nog, maar, nog verder doorzetten. En ik vraag me af of je over tien jaar nog tv hebt als je dat, uh, zoals je dat nu kent, een radio. Ja. Iedereen doet meer on-demand, podcast of YouTube of wat dan ook, of andere kanalen. En mm -hmm. het is mooi dat door dat bepaalde media censureren en YouTube censureert, zie je dat andere kanalen zoals Rumble dan weer, ja. weer opkomen. En dat is mm -hmm. dus ook wel een beetje de essentie natuurlijk van libertarisme, dat die concurrentie van ideeën, en zelfs als je het onderdrukt en, en, en stuurt, mm -hmm. dat kan heel lang, dat kan echt... Wel, generaties lang kan je dat wel voorhouden, maar uiteindelijk... Vrije markt wint altijd. Wint de vrije markt <laughs> altijd, precies. Ja. En gaat datgene wat het beste is, uiteindelijk weer boven drijven. Mm. En, maar we moeten ervoor zorgen dat, ik dat, bedoel, ik zeg het kan generaties duren, en ik dat, dat ik en mijn kinderen ook nog kunnen genieten van vrijheid. En daar moeten we er wel bovenop blijven zitten, dat, dat ja. het de goede kant op gaat vallen. Top, zeker. Nou, ik denk dat dat uh, een hele mooie afsluiter is, hè? dus sowieso uh, bij Wildsmart en uh, Vivo Valentine, een uh, fantastische uh, Podcast uh, om uh, ook lekker, uh, lekker de media aan de kaart te stellen en de politiek aan de kaart te stellen, is gewoon het hardste wat er nodig is, denk ik. Dat is wat journalistiek is, toch? Text. En dus, dus, uh, ja. dat we daar vooral lekker mee verder uh, door moeten gaan. Heel erg uh, bedankt ja, voor uh, al je inzet. En uh, ik uh, kijk aandachtig waar die uh, denktank heen gaat. Ik vind het superleuk. Ik hou je op de hoogte. Top, thanks man. En uh, ja, voor mensen thuis. Uh, we zijn natuurlijk ook heel libertarisch ingesteld. Dus Café Wildsmarts die doet alles vanuit uh, donaties, hè? on demand, wat jullie uh, willen. Maar als jullie willen dat wij blijven bestaan, hebben we toch die uh, donaties nodig. Dus uh, heel erg bedankt daarvoor. En uh, voor weer kijken.